Kika, dankjewel. Jullie ook, de band. Kom erbij zitten, Sebastiaan van Bavel. Jij komt ook erbij zitten. Je bent de andere jong VIP. Goed dat jullie er zijn. Jij gaat zo voor ons spelen. Jullie staan aan de vooravond van een hele toffe tour. Ik heb daar al wat mooie podia tussen gezien. Bimhuis, Lantaarnvenster en ook Tivoli Vredenburg. Yes. Nou, we willen jullie graag een beetje beter leren kennen. En dat gaan we aan de hand van een paar stellingen doen. Dus we hopen een beetje erachter te komen wie de jazzsterren van vandaag zijn. Een muzikale opvoeding is essentieel om een goede muzikant te worden. En dan begin ik bij jou, Sebastiaan. Ja, ik denk dat het niet essentieel is, maar dat het wel handig is, uiteraard. Ik bedoel, mijn beide ouders zijn pianist. Mijn vader Rob van Bavel is ook jazzpianist. En mijn moeder Annelies de Jong die heeft zich vooral gespecialiseerd in Braziliaanse muziek, maar die zit heel erg in de wereldmuziekhoek. Dus ik heb thuis een verscheidenheid aan muziek gehoord toen ik opgroeide. Ja, en dat heeft zeker wel mijn oren geopend, zeg maar. Dus ik denk dat misschien wel belangrijk is, dat je veel... Dat je wordt blootgesteld aan veel muziek. Tenminste, ik denk dat helpt. Helpt, ja. En hoe is dat voor jou? Ja, mijn vader is wel gitarist. Amateurgitarist. Maar heeft wel me altijd heel erg gestimuleerd om muziek te maken. En ik denk eigenlijk dat ook het belangrijkste is. Dat je het van huis uit gewoon meekrijgt. Dat er inderdaad muziek wordt gedraaid of dat het leeft. En dat je een goede boost krijgt van je ouders. Dat ze trots op je zijn als je de muziek ingaat. Mm. En je hoort ook wel eens uitzonderingsgevallen waarbij het helemaal niet aan de orde is dat er muziek thuis wordt gemaakt, maar dat er toch iemand uitspringt. Ja, ja. Maar ik denk dat het in ieder geval, ik heb het als heel fijn ervaren dat mijn ouders gewoon altijd achter me stonden en dat heel erg motiveerden. Ja. Vooral die stimulans. Ja, precies. Ja. Dat eigenlijk heel belangrijk is. Ja, ja, ja. Goed. Oké. Okay. Een goede improvisator is ook een componist. Mm. Nee, dat vind ik echt twee hele verschillende dingen. Ja? Ja, ik denk dat het wel heel goed hand in hand kan gaan. Mm-hmm. Maar ik merk zelf dat als ik een stuk schrijf, dat echt een hele andere muzikale manier is om mezelf te uiten. Dus soms schrijf ik een stuk en dan moet ik daarna nog overheen spelen. En dan denk ik eigenlijk, oh ja, wat heb ik eigenlijk geschreven? Mm-hmm. En dan heb ik die zak in mijn hand en dan moet ik het nog gaan studeren. Dus ik zie dat eigenlijk, bij mij is dat tenminste nog heel erg gescheiden. En ik denk wel dat je momenteel, als je ook schrijft, dat je dan, ja... als improvisator dan nog meer beter uit de verf misschien kan komen om op te vallen of zo. Maar dat is niet essentieel, denk ik. Improviseren is niet hetzelfde als... Ja, ik vind deze een hele mooie quote van Brett Meldau. Die vind ik helemaal te gek hier net dat. Hij zei, een hele sterke improvisatie, die neigt op een gegeven moment naar een soort structuur van een compositie. En een hele goede compositie heeft de spontaniteit van een improvisatie. Mm-hmm. Dus voor mij inderdaad, ja, het is inderdaad, ik kan begrijpen, het wisselt denk ik per persoon niet inderdaad. Maar ik vind het altijd wel heel fijn als een solo... een bepaalde structuur heeft in ieder geval, dat er een bepaalde ontwikkeling is die je ook in een compositie zou kunnen aantreffen. Een reactie op mijn muziek die me altijd is bijgebleven. Ja, ik denk over het algemeen als mensen geraakt zijn door mijn muziek, vind ik echt het grootste compliment dat er is. Mm-hmm. En het is wel eens voorgekomen dat iemand gewoon met tranen in zijn ogen op me afkwam. En dan, dat is denk ik het meest bijgebleven. Dat zijn dan ook gewoon dat je zelf als muzikant ook de magie hebt gevoeld wat er is gebeurd zojuist dan. Dat is een cadeautje, hè? En dat is echt een cadeau. Ja, dat zou je misschien ook wel herkennen. Dat blijft je dan echt bij. En dat als iemand geraakt is door jouw verhaal, dat is zo mooi. Ja, ja. Prachtig. Jij? Nou ja, ik heb wel eens inderdaad, en dat vond ik heel fijn, dat iemand die na een trioconcert inderdaad naar me toe kwam en die zei, ik heb het begrepen. Oh. En die kwam zo, en ik dacht, ik weet niet precies, weet je al, wat ze daarmee inderdaad uiteindelijk, of wat ze dan begrepen had, dat maakt niet zoveel uit. Maar die blik in die ogen of zo, van dat ze heeft gevoeld wat ik als muzikant op zo'n moment kan voelen, ja, als we dan spelen. Ja. Zo'n soort euforisch gevoel dat je dan kan hebben. Ja. Ja, dat klinkt ook heel erg mooi. Dan heb je ook het gevoel, daar doe ik het een beetje voor. Ja, ja dat zijn leuke dingetjes inderdaad. Dat zijn mooi. Leuke meningen. All right, nou, wat dacht je van deze? Dat is een moeilijke, want je stijl definiëren is gewoon heel lastig. Dat doe je denk ik het liefst ook niet als muzikant, maar mensen verwachten het soms wel van je. Maar het geeft ons ook wel een beetje inzicht hoe je jezelf ziet of waar je jezelf plaatst. Dus als je 5 woorden zou moeten kiezen om... De
Kika-stijl. De Kika-stijl. Ja. Lyrisch. Mm-hmm. Dat staat wel hoog mm-hmm. in het vaandel. Mm-hmm. Kleurrijk. Mm-hmm. Kleurrijke harmonieën. Ook wel melancholie. Het mag mm-hmm. best wel een beetje drama hebben. Of drama. Mm-hmm. Ik vind dat zo krachtig. Weet je. Mm-hmm. Het hoeft niet luchtig te zijn. Hoe ver ben ik nu? 3. 3? Oh jeetje. Melodieus. Ik vind melodie heel belangrijk. Mm-hmm. En toch wel groove. Groove. Ja. Ja. En jij? Ik denk symfonisch. Dat probeer ik altijd wel te denken. We zeggen gecomponeerd. Erg veel. Mm-hmm. Ik hoop spontaan ook. Aan de andere kant. Ja, deels traditie en deels vernieuwing. Ja. Als om het af te maken, traditie en vernieuwing. Ja, zit er allemaal in. Ja, dat is, nou ja, dat, ja. Dat durf ik niet te zeggen, maar dat proberen we. Dat is wat je beoogt. We hebben een beetje een beeld gekregen van wie jullie zijn. Als mensen nog meer willen weten, dan moeten ze gewoon, denk ik, gewoon naar de Young VIP Tour. We gaan luisteren naar Sebastiaan. Yes. Dank jullie wel in ieder geval voor jullie komst en we gaan naar jou luisteren. Dank je wel.